Het gemeentehuis is vrijdagmiddag gesloten hier in Soest. Wat vindt u daarvan? Nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Nee, een gemeente hoort dienstbaar te zijn aan zijn inwoners. Alle werkdagen van de week. Jij zit in de raad. Vertel er eens wat meer over. Ja. Nou ja, het is heel vervelend, want dat we op de dienstverlening aan de burgers moeten bezuinigen natuurlijk. Maar er moet op alles bezuinigd worden, helaas. Want we krijgen te weinig geld van het Rijk, dus vanuit Den Haag. Dus er zijn op een heleboel punten zijn er bezuinigingen nu ingevoerd, of gaan we invoeren. En dat gaat heel erg pijn doen. En dit is dan een van de dingen die we doen, waarvan we denken dat we toch nog de dienstverlening op peil kunnen houden door één middag te sluiten. Maar misschien wel een extra avond open te gaan. Ik hoop dat ze het gedaan hebben op basis van dat er geen behoefte is voor burgers om op vrijdag te komen. Als het om andere redenen is, vind ik het niet zo goed. Maar ik denk als er toch vrijdag geen mensen zijn die komen, dan lijkt me dat geen probleem om dan te sluiten. Er zijn mensen bij die hebben de ATV op vrijdag, hè, of de flexdag. En dan kunnen ze daar niet terecht. Ja. Dus dat is gewoon weer eigen belang. En ja, ik vind dat niet netjes, want ik heb er ook niks van gehoord of zo. Stel dat je op vrijdag toevallig in het gemeentehuis moet wezen om iets te regelen. Ja. Wat je zeg maar voor het weekend nodig hebt. Ja. Dan zijn ze gewoon dicht. Ja. Dus het is gewoon heel onhandig. Bent u daar al tegenaan gelopen toevallig? Ik ben er al een keer tegenaan gelopen dat ik inderdaad iets nodig had wat ik voor het weekend moest gebruiken. En niet. Dan sta je dus gewoon voor een dichte deur. Ja. Dat kan helemaal niet. Ik vind gewoon, het is een dienstbaar bedrijf. Ik vind dat ze gewoon de uren open moeten zijn die wij ook moeten werken normaal gesproken. Hè? Dus ik vind het een slechte zaak. Dan maar een andere dag naar het gemeentehuis. Ja.